Bent u ooit ook al eens aan een televisieopname geweest waarvan u dacht, eigenlijk is het best wel saai. Ik zit hier toch ook maar gewoon voor de opvulling? Wel, ik heb het al meerdere keren meegemaakt. Mijn naam is Bo. En met trots presenteer ik u aan het format dat hier verandering in zal brengen. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag is een interactieve talkshow ontwikkeld voor het productiehuis SBS en zal fictief tijdens de zomermaanden op 4 worden uitgezonden. Wat maakt deze talkshow nu zo uniek? Wel, allereerst is het een talkshow dat niet in een gewone studio zal worden opgenomen, maar op een dakterras in Brussel. We kozen Brussel voor verschillende redenen, maar de voornaamste reden is dat Brussel zeer divers is. In onze talkshow hanteren wij ook diverse thema's. Zo zullen we het hebben over complottheorieën, wat nog nooit eerder gedaan werd in de talkshowwereld, en zal er een antwoord komen op die ene vraag: bestaat buitenaards leven nu wel echt? Een ander unique selling point is de interactie met het publiek tijdens de opnames. Geen saai stilzitten voor hen, maar meedoen. Meebeslissen over welke opdracht zij willen zien worden uitgevoerd tijdens die aflevering. Een laatste unique selling point is dat het publiek altijd in verband staat met het thema van die aflevering. Is het thema bijvoorbeeld buitenaards leven, dan zullen er natuurliefhebbers, natuurkundigen, wetenschappers en ruimteliefhebbers in het publiek zitten, omdat zij dezelfde interesses hebben als de gast die aflevering langskomt. Nu over naar mijn individueel deel. Voor mijn individuele multiplatform navigator module koos ik voor sociale media. In de laatste mediatrends zagen we dat tv-producers en broadcasters meer en meer gaan investeren in de sociale media. Mijn strategie voor mijn contentplan is dat ik de interactie die tijdens de show wordt gehanteerd ook ga doortrekken in de posts voor de kijker thuis. Daarnaast vond ik terug in mijn research dat zowel nationale als internationale talkshows met de nodige humor werken. Ik zal dus ook met gifs, memes of grappige actuele feitjes werken. Voordat ik jullie mijn post ga laten zien, wil ik nog kort even toelichten waarom ik voor Instagram als hoofdkanaal kies. Instagram is een zeer progressief sociale media platform. En als ik aan vier denk, denk ik aan een zeer progressieve zender die hard inzet op entertainende content. Daarnaast trekt vier ook een zeer relatief jong publiek aan en heeft Instagram nu eenmaal de meest actieve jonge gebruikers. Twitter en Facebook zullen ook gebruikt worden. Zo zal Twitter als second screen worden gebruikt, waarop mensen, de kijker thuis, hun gedachten over ons format kunnen laten weten. En zal Facebook vooral het platform zijn waarop we ook de gasten bekendmaken, zodat iedereen die geen Instagram heeft, toch kan weten wie de gast is van de volgende aflevering en of het al dan niet hun interesse opwekt. Oké, nu over naar mijn post die ik heb ontworpen voor mijn sociale media kanaal. Jullie gaan hierboven even een preview zien, een overview van hoe het er zou kunnen uitzien. En terwijl zal ik al even beginnen aan het te duiden. Dus, ik begin met een zevendelige fotocampagne waarbij de eerste letter de L is en de laatste letter de B. Uiteindelijk zal het woord Brussel tevoorschijn komen. En bij elke foto wordt er een caption geplaatst die iets meer uitleg geeft over het format. Zo zal er bijvoorbeeld de startdatum bekendgemaakt worden of zal de thema's in emoji-vorm uitgedrukt worden. Daarnaast volgt er een affichecampagnewedstrijd waarbij er 6 affiches over de 5 Vlaamse provincies en het Brusselse stedelijk gewest verspreid hangen. De eerste 6 die deze vinden, hier een foto mee nemen en deze posten op hun sociale media kanalen en ons taggen zodat wij het kunnen terugvinden, die kunnen de exclusieve kans krijgen om als allereerste de eerste aflevering vanuit het publiek te komen beleven. Tijdens de actiefase zal ik vooral focussen op gifs, memes, gasten aankondigen en ook de mogelijkheid geven aan de kijker thuis om vragen te stellen aan die gast, om zo ook de sociale interactie te onderhouden. En tijdens de retentiefase zal ik me dan vooral weer toeleggen op de producten van mijn twee collega's te promoten, het evenement en de merchandise giveaway van de eerste 2 afleveringen. Tot slot volgt er ook nog een 8-daagse quiz in de retentiefase. Die zal lopen over 8 dagen, omdat we ook 8 thema's hebben. Ligt het me wel leuk als we zo'n verband hebben. Zo, dat was het. Ik hoop dat jullie heel veel vertrouwen hebben in ons format en even enthousiast zijn over mijn sociale media contentplan en mijn format als ik. En ik hoop jullie snel nog eens te zien en in de tussentijd blijf gezond en blijf veilig. Doei!